Dag mensen, ik ben weer bij jullie terug. Mijn baradeeg is aan het rijzen, die rust lekker. Ik heb hier water op vuur voor de aardappeltjes niet. Je kan dat met verse aardappelen doen, maar je kunt het ook met aardappelpuree doen. Dus ik heb alvast water op vuur gezet volgens de gebruiks, volgens de bereiding op de pot. En voor de aardappelchutney heb ik hier een ajuma peper en ik heb hier knoflook, dus ik ga eventjes wat knoflook schillen en dan ga ik deze twee dingen stampen en ik heb ook hier azijn staan en zout, dus als je aardappelchutney maakt moet je altijd een beetje azijn erin doen. En dan zout sowieso. Hè. Dus die dingen heb ik hier staan op het aanrecht. En wat ook lekker is erin, is als je. Je kan ook een beetje tomatenchokken zetten erin. Ik vind dat lekker. Alleen ik ga dat vandaag niet doen, maar misschien de volgende keer kan ik jullie het laten zien. Want die tomatenchokken is erg lekker. Dus dan kan je die tomaten even. Roosteren zeg maar gewoon op het vuur, ja, op je fornuis. Of als je inductie kookt, dan kun je dat gewoon in de folie zetten in de oven. Maar eigenlijk moet je tomatenschil mooi aanbranden. Weet je? En dan kan je het mooi zeg maar even schillen. En dan ook een beetje fijn malen. En dat doe je met daarna je aardappelpuree. Nou, mijn vijzel is schoon. Ik heb hier 3 teentjes knoflook. Nou, die mensen die eten niet zoveel peper. Dus, ik ga het milk maken. Nou, maar die ajuma even ruiken. Nou, hij ruikt niet super heet. Dus ik doe er een klein stukje bij. Misschien is het al te heet. Maar goed, ik maak ook een beetje ketchup sambal erbij. Nou, ik zet een beetje zout erin. En dan... Kan alles sneller en fijner malen. Pas op voor je ogen. Als je peper vervelend vindt om te stampen omdat je bang bent dat het in je ogen spettert, kun je eigenlijk gewoon een zonnebril of zo dragen. Zo druk, dat is wel scherp. Kun je een bril dragen? Dan spat het op die bril. Ja. Koop je gewoon een bril. Doe je hem op en dan ga je lekker stampen. En hetzelfde ook als je kip of vlees, weet ik veel, vlees wil bakken. En je bent bang dat het spettert in je ogen. Draag je gewoon een lasbril of een zonnebril. Niks aan de hand. Zo, het is peper hoor. Je hoort de tranen bijna. Dus het is goed dat ik niet alles heb gezet. Ik heb ook nog een tip. Je kunt ook bara maken met dauwbissen, dus die gele erwten gemalen. Daarmee kan je ook bara maken. Dat is ook echt super lekker. Dus dan doe je in plaats van de oerdie, dan doe je die gele erwten erin. Niet slecht. Dit is mooi fijn gemalen tot een pakje. Mijn aardappelpuree hier. Mijn water die is al bijna zo ver. Dus ga ik mijn aardappelpuree erin doen. En gelijk roeren. Ik kan een beetje spetteren ook. Ik ga er allemaal dicht. Ik zet er wat
gekookt water bij. We doen niet moeilijk. Dus voor een beginneling, als je bara wil maken voor je bezoek en je denkt, Sam, ik kan geen chutney maken of ik heb geen chutney in huis. Als je aardappelpuree hebt, is het gewoon oké. Dan is er niks aan de hand. Zie je? Mooi. Kijk naar de consistentie. Van mij is voorgemaakt, wat dit is, en dit is vetter. Ik hou ervan als aardappelchutney lekker creamy is. En niet te, hoe heet dat? Niet te slap. Maar het moet ook niet te dik zijn. Weet je, zie je, het moet lekker. Ik vind het persoonlijk lekker als het... lekker zacht is, want het koelt ook nog af, hè? Dus dan wordt het wat steviger. Zo. Kijk, nog een klein beetje eten. Die ga ik even bewaren. Nou, dit is al gekookt. Zet ik dit hier. Nou, dit is al klaar. Zet lekker zout. En de gemalen knoflook en peper. Dit roer ik mooi. Tot één geheel. Zie je? Zie je? Dan kan je hem, als hij afkoelt, is hij wat steviger. En dan kan je hem lekker zo op je bara zetten. Als die bara lekker is gebakken. Ik doe er een beetje azijn bij. Je kunt beginnen met... met twee eetlepels. En dan proef je hem. Dus dat kan allemaal super lekker. Oeps, nou. Niet. Ik denk dat die bijna goed is, dus we gaan hem proeven. Want we moeten wel wat lekkers hebben. Hè? Dus, hij is goed, alleen hij is niet echt peper. Nee. Dus ik zit eigenlijk even te twijfelen om nog een stuk peper te zetten erin. Ja, schatje. Zet nog een klein stukje erin voor even extra bite. Want het moet niet zo zijn dat je sambal hebt, maar dat je niet eens een beetje peper proeft, snap je? Ik doe er nog een klein beetje zout bij, echt een schuim. Ruim ik het ook gelijk op. En nog een klein stukje azijn. Oh,
Pas op, hè, want als je te veel zet, wordt het niet zuur. Dan is het ook niet meer lekker. Maar dit is het, zoals ik hem maak. En het is hartstikke lekker. Lekker creamy, lekker op je barra. Gewoon heerlijk. En net wat ik al zei, je kan er een beetje een tomatenchoca erbij doen. Ook echt super lekker. Dus ik zou zeggen, probeer het uit. Probeer het. En ga lekker gewoon aan de slag met alles. En ik kom straks met het volgende filmpje. Waar ik mijn barra's ga bakken. Ja, tot later. Dag, dag.